Zo, na een weekend misschien schaatsen en wandelen in het sneeuw is het vandaag soepel worden. We hebben een paar oefeningen voor, maar voordat we dat doen gaan we warm worden. En dat is dribbelen, omlaag, omhoog, sprong, laag, hoog, sprong. En dan kun je zo zwaar maken als je wilt. Als je al wat in hebt gelopen, dan ga je gewoon wat dieper, hè? Even laag skippen, maak je lang. Oké, en dan gaan we over naar schaatsen. Gewoon doorveren, hè? Dus als je staat op die benen, ga je even doorzakken. Dan komen er heel wat spiertjes aan de slag. Oké, de volgende is benen uitschoppen. Weet je, hier recht blijven. Ik doe het zelf ook niet altijd goed hoor, dus moet ik mezelf ook aan herinneren. Recht. Goed. Oké, dan gaan we met beenzwaaien beginnen. Als een echte startoefening voor het soepel worden. Dus deze, je houdt, steunt aan iets en je doet dit. Voorlangs je standbeen. Oké, andere kant. Lekker soepel. Mooi. De volgende is been zwaaien. Voorlangs. Zo. En naar achteren. Andere been natuurlijk. Hup. Vooral voor de duurlopers onder ons is dat wel lekker voor je hamstring. Die wordt echt kort daarvan. Hup. Oké, de volgende oefening is deze. Je gaat wandelen, maar je zet je voeten naar binnen. Je doet dit. Je loopt iets naar voren en je zet je voeten naar buiten. En je houdt je benen gestrekt. Nu ga ik even achteruit, anders zou ik uit beeld lopen. Dus voeten naar binnen. Voeten naar buiten. Zo. Goed. Dan de volgende is deze. Zo. Wandel. Hup. Knieën bij elkaar, mooi lang blijven. Hup. En je wandelt vooruit, ik in dit geval even naar achteren. Hup. Knieën bij elkaar, bekken niet naar achteren draaien. En bij een muurtje, andere kant. Maar de truc is hier dat je af en toe beweegt en dan die rek hebt. Dat is net weer een andere belasting. Knieën bij elkaar. Goed, benen losschudden. Heupen losdraaien. Oké, de volgende is ook een rek, maar dan een beetje voor je rug. Je maakt je klein op deze manier. Je pakt je knieën vast op deze manier. En je trekt jezelf naar de knieën toe. Dan krijg je rek in je onderrug. En dan kom je omhoog. Dus het ziet er zo uit. Rek, strek. Als je heel erg energiek bent, mag je ook echt een hoge sprong doen. Maar je kunt hier duizelig van worden, dus wees voorzichtig.
Oké, de volgende is een uitvalspas. Dat is deze. Eén lijn, 90 graden. Dit en naar achteren veren. En je krijgt hier rek. En je moet hier niet meedraaien zo. Moet je een beetje naar voren draaien hier. En herhaal je dat gewoon een paar keer. Andere been voor. Heupen moeten horizontaal blijven. Dus zo. Hier is dit. Goed. Als je dat een paar keer hebt gedaan, voel je dat wel weer. Mag je je enkel losdraaien op deze manier. Wissel van richting. Oké, andere kant. Goed. Even trippeling. Deze beweging. Goed. Even je kuit rekken zo. Oké. Maken we ons lang, want we gaan borstcrawl doen. Moet je lang maken. Je wervelkolom wordt eventjes mooi gerekt. Oké, schouders rollen naar voren. En wissel van richting. En eventjes deze nog. Kruiseling zwaaien. Goed. Dit was hem. Ik hoop dat je lekker kunt trainen deze week en dan zie ik je volgende week misschien weer. Tot ziens!